Wie aan kubuswoningen denkt, denkt aan Rotterdam. Maar de eerste kubuswoningen staan in Helmond, bij Eindhoven. Eva Verrijt woont in een van de kubussen. En zij leidt Marielle rond. Hoe is het om in zo'n bijzonder huis te wonen? Eva Verrijt. Hi. Hallo. Jij bent de trotse bezitter van een kubuswoning. Ja, klopt. Welke is van jou? Je kunt hem nu nog niet zien, maar daartussendoor richting de markt staat mijn kubus. Ja. Bijzonder. Ja, heel bijzonder. Toch? Ja. Experimentele bouw. Ja. He, het moest allemaal anders na de wederopbouw. Ja. Hoe kwam jij hier terecht? Nou, vroeger als klein meisje, ik kom uit een heel klein dorp hier in de buurt. En als klein meisje mocht ik een muziekinstrument gaan bespelen. Ja. En ik koos voor de cello. En de celloles kon ik hier gaan volgen in het speelhuis. Toen hier, net zoals wat je hier nu ziet, ook nog aan deze kant stond. Ja. Met in het midden een grote theaterzaal. En toen kwam ik hier met mijn cello tussen de kubuswoningen door, liep ik hier naar binnen voor de celloles. En toen, wat dacht je toen je daar doorheen liep? Toen dacht ik, nou hier zou ik wel eens willen wonen. De kubuswoning is een experiment uit de jaren 70. Een van de vele bijzondere projecten bedoeld om wel veel te bouwen, maar niet saai te bouwen. Architect Piet Blom ontwierp de kubuswoningen als een bos, een woningwoud. Dus als klein meisje liep je hier al rond en dacht je, hier zou ik ooit wel eens willen wonen. En dan lukt je dat ook. Hoe is je dat gelukt? Ik heb me bij de organisatie die deze kubussen verhuurde, heb ik me ingeschreven. En ik heb meermaals gebeld. Van, is er al eentje vrij? Is er al eentje vrij? En vervolgens mocht ik een kubus gaan huren. En dat was ook de laatste die verhuurd wordt, want daarna zijn ze allemaal verkocht. Ach, en nu is hij in jouw bezit? Ja, ik heb hem in 2020 gekocht, ja. Ja. En was het sociale huur toen je het mocht huren? Ja, toen was het sociale huur. Dus ja. Dat maakte ook dat ik tijdens mijn studie al op mezelf kon gaan wonen. En vervolgens toen ik een vaste baan heb, kon ik hem meteen kopen. En waarom Helmond? Ik hou van Helmond omdat Helmond heeft verschillende wijken en verschillende soorten mensen komen daarin bij elkaar. En Helmond Centrum vind ik super mooi. Wat je vooral ziet als je in Helmond rondloopt, is dat het rauw is en dat het puur is. En ook als je naar de kubuswoningen kijkt, het is mooi en lelijk tegelijkertijd. Dat is een beetje Helmond, mooi van lelijkheid. Voor mij is dat een beetje Helmond, ja. Leuk. Mag ik het zien? Jazeker, ja? Kom maar mee. Ik ben heel benieuwd. Ja. Nou, welkom in mijn huis. Kijk nou zeg. Jeetje. Dit ja. is bijzonder, ja. Wat zo grappig is dat het... Je bedenkt je wel dat het gekke muren zal hebben. Maar dat het die kant op loopt, is op de een of andere manier heel bijzonder. Ja, dit is het straathuis, dit level. Want ja. Er zijn nu al twee trappen omhoog. Natuurlijk de buitentrap. En een trap hier naar de hal. En Piet Blom noemde dit het straathuis, omdat je ook naar de straat kijkt. Ja. Ja. Hier begon het allemaal mee. Ja, daar begon het allemaal mee, ja. Dat was de cello die ik meenam. Ja, maar het ziet eruit dat je hem niet meer gebruikt. Nee, de snaren zitten los. En dit is natuurlijk een houten huis. Ja. Dus een cello stemmen is best moeilijk. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik er de tijd ook niet meer voor maak. Maar hij staat wel natuurlijk symbool voor waar het voor mij hier in Helmond ooit begon. Ja. En nu zijn we op de verdieping van het Hemelhuis. Wauw, dat klinkt ook geweldig en ik zie de hemel. Ja, precies. Dat is fantastisch. En dit is de slaapkamerverdieping. Hoe slaapt dat onder de hemel? Ik slaap wel fijn. Ik kan fijn naar buiten kijken. En ik heb tot op heden nog geen gordijnen, dus ik vind het fijn, ja. En dit is de laatste verdieping, de loofhut. Oh, wauw. Ja. Dit is echt geweldig, hè?
Dus dit is mijn grote woonkamer. Ja, dat is echt geweldig. Maar het is echt heel koud, hè? Ja, het is hier nu heel koud. Ik heb allemaal deuren gemaakt in mijn huis, zodat ik heel praktisch kan stoken. En dat de warmte op de juiste plek blijft waar ik ben. Want het is niet goed geïsoleerd. Nee, het huis is niet goed geïsoleerd, nee. En ik ben vooral op deze verdieping in het voorjaar of in het najaar. Omdat als het zonnetje hierop staat, dan zit je hier heerlijk in een kas. Ja, dan hoef je niet te stoken natuurlijk. Hoef je helemaal niks te doen, nee. En hoe warm wordt het dan in de zomer? In de zomer, als de zon er goed op staat, dan kan het 52 graden worden. 52 graden? Ja. Maar in de winter, als het gaat vriezen, kan het ook zijn dat ik hier aan de binnenkant mag gaan krabben. Ja, dus in deze tijd ben je niet zoveel? Nee, ik ben hier nou niet zoveel, nee. Dus uiteindelijk heb je gewoon een huis met 3 verdiepingen. Ja. Ja, tevreden? Nee, ik ben nog lang niet tevreden. De keukenverdieping, daar is het al meer naar mijn wens. Maar de slaapkamerverdieping en deze verdieping zou ik echt alles nog opnieuw willen doen en mooi willen maken. Dus, maar dat doe ik zelf, dus dat kost tijd. Je doet het allemaal zelf? Ja, ik maak alles zelf. Jeetje. Ja, leuk zeg. Ja. Dus je hebt nog even tijd nodig? Ja, tijd, ruimte, geld. Ja. Ja, ik snap het. Ja, als kind droomde je ervan om hier te wonen en nu woon je er een paar jaar. Ja. Wat is je conclusie? Mijn conclusie is dat ik hier nu heel, heel erg fijn woon. Maar dat ik denk dat ik over een tijdje op zoek ga naar iets met een tuintje. Dat is wat je mist? Dat is wat ik denk ik ga missen op het moment dat ik gezinsuitbreidingen ga krijgen. Ja. Dus ooit ga je de kubus verlaten? Ooit ga ik hem verlaten, maar voorlopig zeker nog niet. Wil je meer? Abonneer.